De luchtverkeersleiders verenigd in de Suriname Air Traffic Controllers Association, SATCA, hebben vanmorgen het werk neergelegd. Zij zijn het beu elke keer te moeten aanhoren dat zij geen herwaardering krijgen. Volgens SATCA-voorzitter Joseph Kusial is het een heel lastige situatie waarin ze beland zijn. Staken wilden we niet, maar we hebben geen keus. We zijn ons ervan bewust dat het een sneeuwbaleffect heeft en nadelig is voor heel wat sectoren, meent Kusial. De bond heeft jaren geprobeerd om in dialoog te treden, ook om andere kwesties. Zo worden zij gedwongen te werken met vervallen brevetten en medicals en riskeren dus een gevangenisstraf als ze toch diensten blijven leveren. Wij spraken Kusial kort voor onze nieuwsuitzending. We zijn vanavond uitgenodigd door het kabinet van de president. En daar zullen we dus wat oplossingsmodellen bespreken. En heeft de SATCA nog met de minister van TCT kunnen spreken? De minister heeft ons heel weekend eigenlijk niet gebeld. Hij heeft dus verschillende plekken aangegeven dat hij heel weekend bezig was met ons, terwijl dat niet waar is. Hij heeft ons vanmorgen wel gebeld om dus het een en ander aan te geven en dat we dat hij dus verzoekt om het werk te hervatten zonder dus dat er enige toezegging gedaan wordt. Onze nieuwsdienst heeft geen reactie kunnen krijgen van minister Jubitana. Kusial gaf aan dat de acties tot na het gesprek met de president in stand blijven.